Mijn naam is Ivo Stout, ik ben 24 jaar, klassiek muzikus van oorsprong. Maar tijdens mijn klassieke muziekstudie in Italië ben ik eigenlijk gestuurd op een heel nieuw avontuur. En nu ben ik de eigenaar van het nieuwe Nederlands horlogemerk Stout Watches. Het idee voor mijn horloge is ontstaan tijdens mijn muziekstudie in Italië. Daar zijn de eerste grondvesten van mijn merk eigenlijk ontstaan. En op een gegeven moment in Nederland, toen ik mijn eigen horloge al had gemaakt, werd dat opgemerkt door horlogeliefhebbers. En zij vroegen van, Ivo, wat heb jij om? En ik vertelde mijn verhaal dat ik muziek studeerde, dat ik eigenlijk vanuit eenzaamheid mijn horloge had gemaakt. En toen gebeurde iets wat ik zelf niet verwacht had. Men vroeg, waar kunnen we dat kopen? En die vraag is eigenlijk nog steeds het fundament van wat ik nu een horlogemerk noem. Meer dan een horloge maken voel ik mezelf eigenlijk een technisch sieraden maken. De techniek behoort in dienst te staan ook eigenlijk van het sieraad. En zo ben ik daar ook mee bezig. Ik probeer het horloge zo in te richten dat het voor mij een bepaald gevoel oproept. En dat is een gevoel van eenvoud, van bescheidenheid, sobere schoonheid. En dat probeer ik te weerspiegelen in mijn horloges. De naam Stout komt eigenlijk van de familie Stout. En dat is van oorsprong een Pruisische familie die eigenlijk via een omwenteling via Oost-Friesland naar Twente is gekomen, zo'n 200-300 jaar geleden. En deze familie kenmerkt zich eigenlijk door een creatieve, excentrieke levensstijl. Neem bijvoorbeeld mijn overgrootvader, Friedrich Stout. Nou ja, de beste man die werd gezien als ballonvader, uitvinder en handgraveur. Als onderdeel van die excentrieke familie Stout voel ik me natuurlijk wel ook gesterkt door het verhaal. En eigenlijk zie ik mijn horlogeavontuur als een voortzetting van de Stout-saga.